Operatie Veilig Suriname wordt met beperkte middelen uitgevoerd. De beschikbare 11 miljoen SRD is helemaal niet genoeg. Maar het project gaat wel door. Woorden van justitieminister Kenneth Amoksi vandaag op een persconferentie, waarbij operatie Veilig Suriname is afgekondigd. De bewindsman zegt dat er onder meer andere uitrusting aangeschaft moet worden om het werk naar behoren te doen. Als we kijken naar, ik wil het woord verwaarlozing niet gebruiken, maar de afgelopen jaren, de afgelopen tijden, is er niet adequaat geïnvesteerd in onder andere de politie. En dit beeld zien we ook bijvoorbeeld bij de brandweer, bij KPA, de BBS. We hebben zeker een aantal honderden miljoenen nodig om deze diensten te upgraden. De aanschaf van voertuigen is volgens Amoksi ook een belangrijk aandachtspunt. Hij spreekt over grote uitdagingen bij de middelenvoorziening om het werk gedaan te krijgen. Er is ook veel geld nodig voor het aanpakken van het manschappentekort, omdat wij achterlopen op de standaarden van de regio. Waarnemend korpschef Henry Seedorf zegt dat bij de uitvoering van operatie Veilig Suriname er met een activiteitenkalender gewerkt zal worden. Vraag naar politiezorg is groot en we zitten met personeelschaarste. Wanneer het gaat om de duur van de operatie, die is initieel gepland voor 4 maanden. Daarna zullen we evalueren in welke vorm we dan verder gaan. Maar voor deze planning hebben we dus 4 maanden uitgetrokken. Het verschil tussen de andere operaties om nu het vertrouwen te hebben in de politie, tenminste die operatie, heb ik zo'n beetje aangegeven. Dus dat de invalshoek van deze operatie één is waarbij we de beschikking hebben over alle manschappen voor de activiteiten die gepland staan. Vanwege het manschappentekort zal er gewerkt worden met standby ploegen. Amoksi zegt dat het leger en andere beveiligingsdiensten invulling zullen geven aan het tekort aan mankracht. Operatie Veilig Suriname is in het leven geroepen om het veiligheidsgevoel bij de gemeenschap te verhogen.